met afgeplakte tietjes. Ja. Hoe? Zodat hij ook op Facebook kan. Harder, Herder is harder. Met Sons of Thunder. Oh, kijk hier. Hier houdt ze een mes vast als penis. Nou. Ja, wel hoor. Oké. Okay. Hoe komen we aan dit singeltje? Van Gerrit van den Berg. Oh. Super benieuwd. Dat is in Bruikleen, hè? Ja. Herder. Hier staan vier nummers op. Dus het is gewoon een soort EP. 33 toeren. Kijk, het staat er gewoon allemaal heel duidelijk op. Daar hou ik van. Klein strak gaatje, vinden we ook fijn. Wat voor genre zou het zijn? Live. De mix heeft meer oog voor het zaalgeluid dan voor de band. Maar dat heb je wel vaker bij stoner. Is het stoner rock? Dit is stoner, ja. Weet je wel meer? Ik zie hier een link Herder te hard voor Hilversum. Het zal dus wel een Nederlandse band zijn, hè? Denk het, ja. Ik heb hier op Bandcamp. Ja, ze hebben inderdaad dit soort dingen allemaal gemaakt. Ja. Dus dit is wel een beetje hun, hun sound. Ik denk het wel als ik die andere hoesjes zie. Maar ik had gedacht dat er meer informatie... Ze komen uit de Westerreen, is dat een plaats? De Westerreen? Ja, Herder, de Westerreen, de Netherlands. Geen idee. Nou, eens even kijken. Ja, ik vind muzikaal hou ik hier wel van, maar ik vind de zang niet. Klassieke muziekliefhebbers die gaan nu zeggen, zang, noem je dit zang? Ja. Klassieke pop bedoel ik ook. Ja, ik kom uit de buurt van Leeuwarden. Ah. Ja, de buurt van Leeuwarden. Dat, nou ja. Als je een driehoek wil maken met Leeuwarden en Drachten ook punten zijn, dan is dit de derde punt. Is het de punt naar boven of de punt naar beneden? Naar boven. Ah. Weet je verderop heb je Dokkum. Dokkum, en ja. En dan kom je in zee. Op een of andere manier... Ik vind het wel strak eigenlijk. Ja. Maar omdat het een live dingetje is, vind ik het geluid niet heel mooi. Het is niet... Ik zou dit gewoon een studio mix willen horen. Ik liever niet. Nee. Maar... Ja, mensen zeggen altijd, met live muziek kan je precies horen hoe een band echt klinkt. Maar ik heb het toch liever gewoon onder gecontroleerde omstandigheden. Ja. Wat voor deze jongen die dit geluid maakt, ik denk niet dat het dat meisje is. Ik denk dat het gewoon een model is. Nee, op die foto zie ik alleen maar mannen. Ja. Hoe zou die zich nou voelen in het dagelijks leven, vraag je dan af. Er zijn maar 500 singeltjes van gedrukt. Wie zegt dit? Een Surinaamse dame die mensen van kanker hebben beticht. Mannen. Denk ik, ja. Alle mannen. Vrouwen hebben zelden een prostaatkanker. Oh ja. Ik ben geen dokter, maar... Sons of Thunder.
Maar ik snap hier wel van dat, dat dit... dit is wel goed genoeg, deze muziek. Ja. Het is wel, als je, dat, dit, als je hiervan houdt, is dit live vooral strak en verpletterend. Als je er niet van houdt daarentegen, is het op een gegeven moment een beetje een lange zit, merk ik. Ja, ik hou er wel van, maar ik vind het... Het klinkt te veel alsof de buren het op hebben staan. Ik wil dat het gewoon hier in de, ja, dezelfde ruimte is. Komt ook omdat wij hier het geluid gewoon zacht hebben staan, hè? En waarom heeft dit model eigenlijk van die ontzettend witte borsten? Omdat tegenwoordig meisjes niet meer buiten durven topless te zijn. Want dan, gaan vriendjes daar filmpjes van maken en dan komen ze op internet staan de rest van hun leven. Ja, ja. En moslims spreken er schande van. Meisjes, pas op je vriendje. Oh, kijk, er zit nog een... Trouwens niet eens zozeer de vriendjes, want daar sturen ze allemaal wel filmpjes van hun kutjes naartoe. Het gaat vooral om gewoon passanten, denk ik. Op het strand liggen. Als je op hun buik liggen met een telefoon voor zich en dan stiekem allemaal lopen te filmen. Ja. Ik denk dat dat het is. Vroeger had je van die een soort fake telelensen die... Waar een soort spiegeltje in zat die opzij fotografeerde. Die was speciaal voor dat soort mannen op het strand bedacht. Dus dat je een foto van de horizon maakt, maar verder naar de tietjes van de buurvrouw zit te kijken. Hier zit op de inlay zit een... Oh, de inlay, wat leuk. Zit verklarende woordenlijst. Ja, gewoon teksten. Met te kleine lettertjes voor mijn bril. Ik ga het niet voorlezen. Nee. En een enorme thanklist. Ja, dat zijn natuurlijk de mensen die apparatuur hebben moeten sjouwen. Ja. Waar is het opgenomen dan? De zanger heet Nico, zie ik. Ja, het zal wel niet Nico van de Velvet Underground zijn. Nee. Leeft hij nog eigenlijk? Nee. Die is een keer tijdens het fietsen omgevallen. Echt waar? Ja, een hartstilstand. Ik denk niet dat het wielrennen was, maar gewoon... Niet met... Ja. Er staat wel op dat het is afgemixt in de Zwaag West Super Sound Studios. Herder. Ja, waarom niet? Nico, JB doet gitaar. Mijn god, ik kan het allemaal niet lezen. Dat heb je met van die metal vormgeving is gewoon ook niet te doen af en toe. JB gitaar en Sun. Met dubbel N, whatever that is. Mark met een C, dus gitaar en Doom. Jeroen is gitaar... Oh, 3 gitaristen. Doe eens even normaal, zeg. Bas en Boos is Tom. Oh, die moet altijd een kratje bier mee. Oh nee, het is andersom. Wacht, ja. Nee, Tom is drums en fashion. Dat is een gay metal band. Blitzer is bass en Boos. Jeroen is guitar en Ganya. Dus, mensen, dat is ander woord voor wiet. En, nou ja, boeien. Sorry, en het plaatje hier, ja, het ziet er wel indrukwekkend uit. Hallo. Ja, en ik wil ook zeggen... Oh, nou wordt die mevrouw van de prostaatkanker gewoon weggedraaid. Wat natuurlijk een grapje is. Ja, zeker. Ja, dit is het nummer Fernway, denk ik. Het eerste, ja. En dat gaat als volgt. That what is holding me back is unknown, I don't know, and the dream I chase feels so remote. Klinkt alsof hij 16 is. I wither away as a branch. Nou, dat zal niet een branch of Costa Coffee zijn. Ashes to ashes, jawel. En dust to dust. Niet. Hij maakt hem gewoon af. Denk je niet dat hij dat zelf bedacht heeft? Nee, dat is toch een liedje van David Bowie? En een liedje van... Hoe heet je nou? Steve Earle. Ashes to ashes, dust to dust. Daar is het al afgezaagd, maar het is wel een schitterend nummer. Maar het is toch ook iets wat aan het graf wordt gezegd? Ja. Van stof zult gij komen en hoe zeg je dat netjes in Nederland? Tot stof zult gij wederkeren. Is dat, zo zeg je dat, hè?
Ja, ik hou van harde muziek, maar ik vind dit niet zo heel leuk. Nee, maar ik heb een soort wel waardering voor de kwaliteit die het toch wel heeft. Er zit in dit genre is verschrikkelijk veel troep. Ja. En we moeten natuurlijk trots zijn dat het van eigen bodem komt. Nee, dit komt uit Friesland. Oh ja. Dat is gewoon een heel ander... Misschien krijgen we dan geen auteursrechtclaim omdat het Nederlands is. Dit is van een hele andere stam. Niet van de Germanen, maar gewoon van de... Van de Friesen. Van de Friesen. Aankomelingen van Goethe Peer. Het is wel... Je kan hier inderdaad wat moeilijker doorheen praten. Het gaat in je hersen zitten als een spons die alles opneemt. Ik vind dat ze gewoon heel weinig fouten maken ook. Het is gewoon keurig. Niet eigenlijk. Ja, zou het nou toch live zijn of zou het gewoon live gefaked zijn? Met die prostaatkanker mevrouw ertussendoor. Oh, dat is ook weer... Ja, het is... Nee, het is opgenomen inderdaad in de Zwaagwest Supersound Studios. Want daar is het opgenomen, gemixt en gemasterd. Gewoon wat informatie over de band is echt moeilijk te krijgen. Ja. Ah, hier heb ik wat info. Herder was conceived from the murky swamps by GB to praise the holy crushing scepter of doom. And release the low, filthy sludge in revelation of deep, rumbly, decibel quakes. Ja, is het sludge metal? Ja, ik noemde het stoner, maar sludge en stoner zijn hele, hele, hele dikke broers. Hm. Wat voor cijfer geef je dit? Dan gaan we wel afmaken rond eigenlijk. Ja, een 6,8. Ja. Nee, maar nou wordt toch geef wel een zeventje. Ja. Het einde van deze bio is harder is harder. Fuck you till death. Dat zeggen ze ook. Oh, ja. Ja, dat is van die stoere praat die je dan doet als bent met dit soort letters op je... Ook in kapitalen geschreven. Last event was op 6 april 2019. In de Effenaar in Eindhoven. Nou ja, dan laten we ervan uitgaan dat ze nog steeds up and running zijn. Op de Partyvlog website. Een zijstapje naar country. Nou, mensen... Superleuk dat u er weer was. Ik hoop dat u er ook van genoten heeft. Ga ik even naar het plaatje kijken totdat het liedje klaar is. Ja. Zie je maar wanneer het afkapt. Ja, toch doe ik door dit nummer maak ik er een 7 van. Ook. Omdat ik nu variatie hoor. Ja, ik ben akkoord. Goed. Dat was cool. Relentless pounding stoner doom.